Ik ben terug uit Amerika, snot verkouden van het vliegtuig, denk ik. En ik heb vandaag voor jullie een Amerika shoplog. Heel veel vroeger erom. Ik twijfelde om het te doen, want ik dacht, ja, vinden mensen dat nog wel leuk? Maar ik kreeg zoveel comments met, kan je alsjeblieft weer zo'n oldschool Amerika shoplog doen? Dus ik dacht, oké, let's do it. Wij zijn 5 weken in Amerika geweest. Mocht je daar vlogbeelden van willen zien, check dan even Vlogklos. Dat is mijn dagelijks vlogkanaal. En daar zie je gewoon de hele trip en alles wat we hebben gedaan. We hebben vrienden op bezoek gehad. Ik heb hier voor Beautyklos ook video's opgenomen. Superleuk allemaal. In de Walmart en zo. En, nou goed, in ieder geval, het was weer heerlijk vakantie, Amerika vibe. In ons eigen vakantiehuis, wat natuurlijk helemaal een droom is. Dus ja, het was super. Ik heb geshopt. Ik twijfelde dus. Ik wilde eigenlijk een video maken met wat je moet kopen als je naar Amerika gaat. Ik heb een lijstje met dingen. Dat zou eigenlijk deze video zijn. Maar ik heb van meerdere mensen, mijn moeder, mijn man, meerdere mensen zeiden, liefie, zou je dat nou wat doen? Want er zijn best wel wat dingen die wij dus halen bij de bij het apothekergedeelte. Je hebt daar allemaal dingen die je over de counter kan krijgen gewoon en zo. En dat, ja, Nederland heeft een hele strenge geneesmiddelenwet, promotiewet. Terwijl het zou dan zeg maar niet gesponsord zijn, whatsoever. Maar ja, ik zag dat je dan een boete kan krijgen van 1,5 ton als je iets promoot of laat zien of zo. Want toen dacht ik, ja, misschien moet ik het niet doen. Dus ja, sorry. Ik wil heel graag mijn favoriete dingetjes delen met jullie. Van, hé, wij halen altijd dit en dat. Maar gewoon voor mijn eigen veiligheid doe ik het niet. Terwijl, weet je, of ja, zal je net zien dat ik, weet je, uit aardigheid dat deel en dan daar dan weer een boete voor krijg of zo. En ja, goed, weet je, dat zijn gewoon de regels. Dus dat gaan we niet doen, maar ik ga laten zien wat ik dus allemaal heb gekocht. En daar kan je ook echt veel inspiratie uit halen. Als je denkt, ga naar Amerika, wat zal ik eens shoppen daar? Nou, dan hier wat dingen die ik heb gekocht. Zoals ik al zei, ik ben heel verkouden, dus vandaar, ik heb net gedoucht. Ik zit me echt met, sorry. Maar ja, ik wil toch echt een video voor deze week voor jullie opnemen, dus dan maar even zo. Right, we gaan beginnen met een van de coolste dingen ever. Als eerste cowboy boots. Echte western cowboy boots. Niet alleen voor mezelf. Kramer heeft ook een paar. En ik kan het niet laten, jongens, voor Mina. Kijk nou. Kijk nou, hoe schattig. Dit zijn de echte, echte. We kwamen langs zo'n winkel. Een echte cowboy winkel. En ik heb een paar cowboy boots hier, dus in zwart. Het lukt me nooit om ze te combineren. En ik dacht, misschien moet ik gewoon ook bruine laarzen hebben. En toen dacht ik, nou, laat het goed doen. Laat een goede, echte cowboy boots halen. Deze waren volgens mij $330. Of 320. Om erbij €300. Vind ik best wel duur natuurlijk voor schoenen. Maar dit zijn echt van die boots die forever, zeg maar, bij je blijven. Dus dit is niet een seizoensding. Het zijn echte, echte. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Toen was net ook die Louis show uitgekomen met die cowboy trend. En op een gegeven moment zag je ook Beyoncé met de cowboy nummer en alles. En ja, ik dacht echt, I love, love deze trend. En de muziek is ook echt top. We zijn echt helemaal een playlist van deze. We maken elke vakantie een playlist. En deze staat echt helemaal vol met western muziek en zo. En dan deze, oh my god. I mean, oh my god, guys. Het is niet het schattigste ooit. En ik weet het, dit is niet het allerbeste voor kindervoetjes. Maar het is meer voor de fun. Ze heeft ze thuis aan. Waarschijnlijk doet ze ze een keertje aan. En dan gaan ze gelijk weer uit als ze... als ze 10 minuutjes aan heeft gehad. Maar dit is toch te schattig. Oh my god. Om op te vreten. Leuk ook om neer te zetten in de kamer. Ik dacht, dan zetten we ze als decor als ze niet meer past. Want ja, dat zal wel over 2 weken zijn. Zetten we ze neer als decor. Dan bikinis. Ik kijk altijd bij de Target, bij de badkleding en zo. Maar het is altijd een beetje net niet of zo. En ik heb dus met mijn spekjes hier, ik heb altijd dit nodig aan de zijkant. Van, dat je het zo kan knopen. Dan kan ik het wat losser maken. Dus ik zag deze en ik vind deze kleur zo mooi. Heel basic, gewoon zo'n triangle bikini en dan dit. Met die zijkantjes, ik dacht, ja, die ga ik kopen. Dus ik kocht hem zo mooi. Hij zit precies goed. Ik heb zeg maar, omdat ik een beetje hangend huid heb, heb ik al snel dat bikinietjes net onder dat hangende huid komen. Of heel raar erboven. Je hebt een soort van huid die gek zit. Deze zit precies goed. Dus ik dacht, oh my god, wat prachtig. Het is van Wild Fable, wat volgens mij gewoon Target eigen huismerk is. Ik vond hem zo mooi dat ik hem ook in het rood heb gekocht. En daar had ik ook al foto's mee gemaakt, content. En mensen waren helemaal van, oh my god. En ik heb hem in het groen gekocht. Hij was ook nog best wel oké. Volgens mij was het 10 voor de bovenkant, 10 voor de onderkant. Kijk hoe mooi die kleur is. Deze nog niet aangehad. Maar ja, dus nu heb ik 3 bikinis. Ik heb ook een badpak gekocht. Dat is deze. Ik vond die kleur ook heel mooi. Ik heb momenten dat ik denk, moet ik volledig over badpak, want huid. En dan heb ik momenten en denk ik, nee, waar slaat het op? Als ik lekker een bikini aan wil, doe ik een bikini aan. Waar ik me maar comfortabel in voel. Dit is Shade Shore, I don't know, ik weet niet, ook bij de Target gevonden. Die heeft lekker dat ruffle, dit vind ik heel fijn. Want dan ja, dat maakt mijn shape heel mooi. Dus ja,
Er horen ook nog bandjes bij, maar ik draag dit soort dingen altijd zonder bandjes. In verband met het bruin worden, wat ik toch niet echt word. Maar als ik dan bruin word, liever niet die touwtjes. Dus dat zijn mijn zwemdingen die ik heb gekocht daar. Iets anders. Deze pyjama's. Oké, de Target heeft dus een merk. En dat heet zo. Joyspun. Als je daarheen gaat, check even Joyspun. Ze hebben dus hele zachte pyjama's. Dit is er een soort pyjama jurk. Ik had er ook al een aqua blauwe palmboompjes pyjama van. Die liet ik in ons huis daar. Die heb ik nu meegenomen naar Nederland. En dan heb ik een nieuwe die ik heb gekocht. Roze met kerstjes heb ik daar gelaten. En nou, heel sommetje. En ja, wat is dit leven echt. Maar dit is zo zacht en stretchy. Ja, het heeft een beetje een hoog oma gehalte qua dit. Maar ja, ik vind het heerlijk van die jurken. Dus check even die Joyspun dingen als je in de Target loopt. Dat is een aanrader. Dat is echt wel eentje die ik meegeef. Zo van, haal zo'n pyjama. Dan iets anders wat ik bij de Target heb gekocht. Namelijk dit jurkje. Ik heb hem ook in lila gekocht. Gewoon een heel mooi jurkje. Ik vond hem heel mooi vallen. En ik heb de zwarte dus meegenomen hierheen, want het is echt zo'n, ja, gewoon little black dress die altijd goed is. Beetje zomers wel, maar gewoon voor Nederland ook leuk. En bij de discount aisle vond ik deze. Ik ging zo mijn jurkjes passen. Er is ook een vlog van de Target shoplog. Target pashokjes shoplog. Waar ik allemaal jurkjes pas. En dit was echt discount corner. Die was echt serieus $5 of zo. En die vond ik eigenlijk zelfs het allermooiste vallen van alles wat ik had gepast. Dus die heb ik ook gekocht en meegenomen. Ik kijk ook even naar de prachtige kleur. Ik hou van dit stofje. Ik weet niet precies wat de naam is. En hij is van elk merk iets anders. Maar een beetje dat stretchy. Ja, polyester natuurlijk. Ik bedoel, ja, plastic. Maar het is meer de manier dat. Ik vind dat heel fijn vallen of zo. Ja, twee andere dingen die ik van de Target heb. Als eerst deze trui. En die kocht ik omdat ik daar liep. Was het Target of Walmart? Misschien Walmart. Ik denk Walmart. Deze is Walmart. Ik liep daar en ik dacht, ik heb het koud, ik ben vergeten een vest mee te nemen. Stupid me, boodschappen, koeling, dit dat. Op een gegeven moment sta echt te beven. Dus ik had heel snel deze gekocht. En dit zijn altijd de beste aankopen. De even snel kopen, want ik heb het koud. Of, oh jee, ik had lange mouwen aan moeten doen, dus ik koop een shirt. Zijn altijd de dingen die ik 100 jaar draag. Nou, deze lila trui. Ik vind hem zo leuk. Het is zo cute. Hij is lekker zacht. Hij zit zeg maar tussen een soort sweater en lange mouw shirt in. Wat perfect is voor de lente en de zomer. En deze trui, die is zo leuk van Barbie. Oh my god. Hij is zo cute. Ik had deze gekocht. En Awisa is op bezoek gekomen. Awisa en Asje zijn op bezoek gekomen. Heel leuk. Heel gezellig was het. En zij heeft hem ook gekocht. Dus we zijn twin en we hebben allebei de Barbie trui. Kijk nou hoe mooi en cute. Wederom weer zo'n zeg maar zachte sweater. Dus niet een, ja, niet, hoe zeg je dat? Een dunne zachte sweater. Niet een dikke. Ja, dat hebben ze niet in Florida. Dat bestaat gewoon niet. Want het is daar nooit echt heel koud. Maar ach, ik denk dat dit mijn favoriete kleding aankoop is. Speaking of sweaters. Ik heb bij Cracker Barrel heb ik twee ontzettend leuke sweaters gekocht. Ik heb twee winters terug een blauwe trui met uiltjes gekocht daar. Heel erg, zeg maar, nou, fout. Kitschy. Maar ze hadden nu eens meer van die kitschy trui. En ik vond ze zo mooi. Kijk nou, heel even. Kijk nou even. Hoe mooi. Is dit niet het schattigste ooit? Deze met zo'n wit randje erbij. Ja, in het roze. En deze groene. Ja, ik hou hier dus echt van. Van die borduursels van oma. Borduursels. Ik had in de zomer had ik... Ik had zo'n trui vorige keer gekocht bij een omaatje. Die het met de hand had gemaakt. Die had ik toen ook aan naar festivals. Ik dacht, I love this. Dit is echt gewoon... Ja, ik word hier blijer van dan... Ik wou zeggen een schreeuwerig merk. Maar ja, dat Barbie. Maar ja, dat is ook weer niet... Ik weet niet, ik vind kneuterige kleding ook echt... Truttig. Ik vind truttige kleding heel leuk. En heb ik vaker te horen gekregen dat mensen zeggen, ja, het is te truttig wat je draagt. Maar ik weet niet, ik ga daar lekker op of zo. Ik vind het leuk. Oké, meer kleding. Victoria's Secret. Want ik ben naar die gigantische outlet gegaan. Die outlet, jongens. Echt. Awisa was gegaan. Die werd ook helemaal gek. Je kan daar uren rondlopen. Je hebt daar allemaal kleding voor $19. Je hebt daar BH's voor $15. Ik heb dit keer geen BH's gekocht. Want wanneer was het? Anderhalf jaar geleden of zo. Toen had ik nieuwe BH's van Gregor cadeau gekregen. Als soort van voor borstvoeding en zo. En toen had ik bij de gewone Victoria's Secret 4 of 5 BH's uitgekozen. Die ik nu dan goed pas. Nou, helemaal blij mee. Die BH's waren $60 per stuk. Toen ging ik naar die outlet lagen. Exact dezelfde BH's voor $15. Exact gewoon nieuw. Dezelfde kleuren, alles. Dat ik echt dacht. Oh. Maar nu ook, ik twijfel. Moet ik dan halen? Dacht, nou ja, ik heb het niet nodig. Want ik heb nog steeds gewoon die BH's. En dat, ja, ze zien er nog goed uit. Dus. Maar dat is absoluut een tip. Mocht je naar ons vakantiehuis gaan.
Ga naar de Premium Outlet Mall daar bij Orlando. En ga naar die Victoria's Secret en haal BH's. En eigenlijk alles. Ik heb als eerste dit shirt. Ik heb deze in het groen. Is heel grappig. Een soort van, ja, een soort van handdoekstofje. En er staat pink op de achterkant. En super cozy, lekker om gewoon thuis te dragen, gewoon casual. Ik heb een soort obsessie met roze deze vakantie. Ik heb altijd al een obsessie met roze. Ik bedoel, roze is mijn favoriete kleur naast paars. Maar meer dan ooit, als je ziet wat ik heb gehaald van Victoria's Secret. Oké, nou deze dus. Dan deze. Oh my god. Kijk hoe fluffy. Gigantisch roze, fluffy fluff. Oh, ik hou van die schapenachtige fluff truien. En ik had er twee van Victoria's Secret die ik kocht toen ik in Miami was met Kleger. Toen ik zwanger was van Mila. Dus dat is ook alweer 4 jaar geleden. Bijna. Oh my god, you guys. En die draag ik heel vaak elke winter. Die twee, groen en donkerrood. En nu heb ik dan zeg maar een roze. Het is echt een vest. Dus dit is echt zo'n gevalletje van elke dag dragen thuis als het koud is. Oeh, deze. Die komt ook nog van de Walmart. Kijk even hoe cool. Ondanks dat wij een Brut rijden, een Jeep, Jeep Brut, vond ik deze echt te gek. Die kleuren, dat patroon. Love it. Ik heb alles heel erg oversized gehaald. Maar echt gewoon dat het helemaal hangt. Want liever oversized en dat het allemaal krimpt in de was, dat het dan goed zit. Want ik ben het zo zat dat sommige... Ja, ik weet niet. Ik vind die look zo mooi als het zo heel groot is. En dat heb je dan vaak de eerste keer als je hem aan hebt en doe je hem in de was. En dan zit hij, ja... Maar goed, anyway, ik vind de kleur heel mooi van deze. Terug naar Victoria's Secret. Die kleur roze. Ik weet niet, jongens. Ik weet niet of het komt door de Barbie film of door gewoon dit. Dit ben ik. Ik vind dit zo'n mooie broek. Het is een joggingbroek. Hij is knalroze, knalroze. En hij is recht. Dat is voor mij een dingetje. Ik heb veel moeite met rechte broeken, want ik heb lange benen. Ze altijd net even 1 tot 10 centimeter kort, maar deze zit precies goed. Dus dat is nice. Ik heb overigens mijn witte gore sneakers, die heb ik daar gelaten. Kleder zei, ja, laat ze lekker hier. Dan heb je gewoon schoenen hier en je hebt toch nieuwe schone in Nederland. Ik zei, oh ja, tuurlijk. Ik kom terug en denk, hey, maar als ik moet nu altijd mijn nieuwe schone witte aandoen. Hey, want hij maakt me altijd belachelijk omdat ik zeg maar mijn gore naar dingen aan doe waar je beter wel net de schoenen aan kan doen. En nu ben ik soort van gedwongen. Dus nu zit ik te denken, leuke lookjes buiten wandelen. En dan met mijn nieuwe witte, met dit. En dan, oh. Maar we zijn er nog niet, want deze jas van Target. You guys. Gaan we er hier goed op of niet? Ik wel. Ja, ik ben helemaal... Het is ook helemaal niet een trend of zo, hè, neonroze nu. Het is helemaal niet een, oh mijn god, het is zo hip om dat te hebben. Maar ik vind het gewoon echt fantastisch. En deze heb ik ook, omdat er ook een mini Mila versie was. Die hangt beneden in haar kast. Maar dit is van de Valentine's collectie van Target. Een bomber. Ik dacht leuk voor de lente. En dan voor haar ook. Ook zo knalroze. En dan kunnen we elkaar zien. Als we in een, weet je wel, dat je peuter. Het is ook een praktisch ding. Ik ben er kwijt. Oh, daar loopt het neonroze jasje. En die hoort bij mij. Met het neonroze jasje. Dus ja, die vind ik ook echt heel erg leuk. Deze. Roze. Dit is meer zalmroze. Ja, mevrouw is echt losgegaan met de roze. Wie heeft dit ook? Een roze fase op dit moment? Ik weet niet. Ik denk echt dat er Barbie komt. Speaking of roze, ik heb dus zo'n roze bijstas gekocht. Dit is een weekendtas, de Weekender. Ik kreeg hier altijd Insta-ads van Shay Mitchell. Het is van haar, het merk. En dit is gewoon een fantastische tas. En ik dacht, ik bestel hem daar, neem ik hem gelijk mee als handbagage. En dan kan je zeg maar dit kan je los doen. Zo slim. Je kan hier dingetjes in doen. Zoals ik al had verwacht, is het echt zo'n last minute plek. Van, oh nee, past niet bij Rob in die onderkant. Je kan je laptop erin. Het is een soort dokterstas. Er past zoveel in. En wat extreem chill is, je kan hem dus aan een trolley zo zetten. Zo. Pop. En dat is gewoon heel fijn. Vliegveld en zo. Nou heb ik dus ook van dat merk een beauty tasje gekocht. Eigenlijk een beetje hetzelfde principe met dat onderkantje. Er zit ook speciaal een zakje bij voor je tandenborstel en tandpasta en zo. Dus zeg maar, ja, waterproof. Past heel veel in. En ik moet zeggen, hier ben ik het meest enthousiast over van het merk. Had ik niet verwacht. Ik dacht, ik bestel hem, ik zie wel. Maar het is de make-up tas. Die is zo fijn. Kijk, die is hard. Je doet zo. En je hebt hier dit. Ik weet niet of ik dit altijd mee ga nemen. Je kan hier weer kwasten in doen. En er zit dus ook een spiegel bij. Maar ik had dus de hele tijd die spiegel hierin. Dat ga ik nu ook doen, denk ik. Ja, laten we hem gewoon erin doen. Het is best wel chill om... Nee, ik laat hem maar.
best wel chill om dit gewoon zo open te hebben staan. Hier je make-up in te hebben. Hij is nu al goor, want ik heb hem gewoon gebruikt. Dus dit was mijn everyday make-up baggie. Zo fijn. Ik hou van harde, rechtopstaande make-up tassen. Want gewoon, je gooit je make-up erin. Je zet het neer. En ja, je ziet alles. Het is niet een tasje die dicht is. Dat je moet rommelen erin heel erg. Nou, hij is echt heel fijn. Het is niet per se het allergoedkoopste of zo. Maar zeker een investering. Als in, dit gaat mijn travel ding worden. Heel erg fijn. En ik vind het leuk dat ze matchen allemaal. Ze hebben ook koffertjes, maar die heb ik niet gedaan. Want ik heb wel genoeg van dat soort dingen. Een ander tasje is deze. Wij waren op roadtripje, mini roadtripje naar Cocoa Beach gegaan. En toen vonden we deze bij Ron John Surf Shop. Het is letterlijk een merk wat uit de jaren 80 patroontjes en zo doet. Nou, is dit cute of is dit cute? Dit is toch te leuk voor de zomer. Ik hou heel erg van dit soort tasjes. Hoe leuk is dit naar een festival ook? In combinatie met de rolls of zo. Oh my god, ik heb er helemaal zin in de zomer. Ja, dit is echt helemaal onze jam. Gregor en ik delen ook heel veel dingen. Tasjes, kleding, petten, trui. Wij delen eigenlijk alles. Dus die ga je voor mij zien komen deze zomer, 100%. Een andere tas is deze. Die heb je misschien voor mij zien komen in de thrift store winkel. Wij zijn voor elkaar gaan winkelen in de thrift store. Dat was omdat heel veel vroegen of we een thrift store video wilden maken. En heel veel vroegen of we voor elkaar een outfit konden zoeken bij Target. Toen hebben we besloten die te combineren. Dat is volgens mij de laatste video hiervoor. Dus check die even. Heel erg leuk, heel erg lachen. Ik moest ook lachen bij al jullie reacties. Ja, het is... I know, het was niet... Nou goed. Uiteindelijk, ik heb trouwens de jurk en de hakken in ons huis gelaten voor de volgende keer. Ik denk, hè, dan heb ik tenminste hakken hier liggen en een jurk. You never know, weet je wel. Anders is het zo'n ding van, oh, moet ik een net jurkje inpakken of niet? Waarschijnlijk ga ik nergens heen, maar ja, zou ik toch maar in mijn koffer gooien. En het kost weer ruimte, maar dan heb ik het nu daar liggen. Deze tas heb ik ook echt mee naar Nederland genomen. Die vind ik echt, dit is wel mijn stijltje, zeg maar. Deze past bij veel kleding die ik draag. Cream, rolls. Ik kan hem als zakentasje meenemen. Oh my god, ik zie nu pas dat hier een hele grote snee zit. Moet je kijken. Hier. Ik wil absoluut weer naar die kringloop volgende keer als ik er ben. En dan gewoon even wat meer de tijd nemen voor mezelf ook. Kijk, nu hebben we echt voor elkaar gekeken, maar echt voor mezelf. Dus wellicht dat ik daar ooit nog iets mee doe. Ja, sowieso in de vlog dan. Dus ja, ik heb Crocs. Want de enige Crocs die ik heb zijn mijn roze die in Amerika liggen. Ik heb hier winterse fluffy Croc sloffen die ik thuis draag. Maar in de zomer dacht ik, ik heb mijn Yeezy slides die al heel erg oud zijn en best een beetje klaar, zeg maar. Die doe ik voor tuinieren en zo. Ja, ik vond deze leuk. Geometric. En ik had deze van Gregor cadeau gekregen. De Barbie Gibbet erin. Ik heb niet verder veel Gibbets of zo, maar dat is iets dat bouw je op. Dus ja, ik vind deze heel erg leuk. En ik heb helemaal zin in om ze hier elke dag te dragen. En ik weet het, fout. Fout, maar oh my god, hoe leuk is dit ook erbij? I mean, oh, sorry. Dus er zijn vast genoeg mensen zijn die nu denken, oh, het is zo lelijk allemaal. Maar ieder zijn eigen stijl. En ik vind dat je gewoon lekker moet dragen wat je zelf wil. Dan, snacks. Voordat ik aan de beauty ding begin, snacks. Heel veel snacks. Wij kopen daar snacks, eten dingen. Snacks meenemen doen we graag, maar het kost wel natuurlijk veel kofferruimte en gewicht. Denk aan bijvoorbeeld als je zo'n zak met noten meeneemt. Ja, dan zit je al in een kilo. Terwijl, ja, je moet soort van tactisch zijn met wat je meeneemt. Dus ik heb hier drie snacks die ik even wilde delen van aanrader. Deze. Dit merk. Gregor heeft het op een gegeven moment ontdekt. De Blue Diamond Almonds. Deze hebben heerlijke nootjes. Dit is echt amazing snacks. Hij neemt altijd een stuk of 3, 4 van die potjes mee. Toen ontdekte de blueberry. Oh my god. Avisa en Ash werden ook helemaal gek. Die wilden voor hun vlucht nog 12 van deze mee naar Nederland nemen per persoon. Dit is zo gruwelijk lekker. Ja, als je deze ziet, zijn dus ook helemaal overal uitverkocht. Blueberry smaak. Neem het mee. Verder, Ghirardelli chocola. Als je dat tegenkomt, dit is zo yummy. Ghirardelli chocola komt uit San Francisco. Fantastisch, fantastisch. En we hebben ook nog, ja, zoals dit bijvoorbeeld. Dit is van, dit kwam dan uit de paasding in Lucky Charms. Enkel de marshmallows. Oh nee, ik ga hem nog niet openen, anders droogt het uit. Maar dit is zo, Lucky Charms is mijn favoriete cereal. En dan zijn van die dingen, weet je, mensen nemen dozen Lucky Charms mee. Maar die kan je dus bijvoorbeeld wel weer hier in Nederland kopen. Ik weet, ons favoriete winkeltje met Amerikaanse snacks, die verkoopt Lucky Charms. Ik heb liever dat ik dat dan hier koop, dan dat ik kostbare kofferruimte daarvoor gebruik. Het is wel natuurlijk duurder hier, maar goed, de beauty stuff. Zijn we er klaar voor? Als eerste, bij Victoria's Secret heb ik 1 body splash gehaald voor mezelf. Ik heb verder allemaal body splashes voor vriendinnen en zo. Maar voor mezelf heb ik er 1 en dat is deze. Cotton Poppy. Ja, het is de naam natuurlijk. Mijn dochter Mila Poppy. Dus ik dacht, ja, dit heb ik nodig. Maar hij ruikt zo lekker.
Oh, it's so good. En als je naar die outlet gaat, echt haal daar je cadeautje voor mensen. Ze hebben daar body splashes voor $5, $6. Gewoon mega flessen, gewoon super betaalbaar. Inclusief eentje die ik zelf voor echt 20 had gekocht, die lag daar voor $5. Dat ik echt dacht, die had ik die ochtend opgedaan. Dat ik dacht, huh, zo, dus ja, de deals zijn echt insane daar. Nog een parfum die ik heb gehaald, dat is deze. Kijk hoeveel die al is gebruikt ook. Dit is van Sol de Janeiro. Dit is echt mijn favoriete bodymerk op dit moment. Ik heb al 3 geuren van hun. Waarvan ja, een paar echt zo goed als bijna op zijn. Dit is een van de nieuwere. Ze hadden ook een paars, maar die vond ik niet lekker. Dat ik echt dacht, wauw, ik vind alles van die merk lekker, maar die paars niet. Deze is echt, elke keer als ik me opwad, heeft het complimenten ook. Is zo lekker, is echt heerlijk. En ik heb van dat merk ook dit gekocht. Ik weet dat deze ook bij Douglas te koop is. Volgens mij. Douglas of IC, ik weet het niet. Maar hij is een stuk goedkoper in Amerika. De Bam Bam, Brazilian Bam Bam Cream. Oh, hij ruikt dit. Als je dit op hebt. Hij maakt je huid steviger. I mean, I don't know. Maar de geur hiervan is salted caramel-achtig. En dat is helemaal niet de geur waar ik zelf in eerste instantie voor zou gaan. Want ik ben altijd van het fris. Maar toch, en hij is zo lekker met alle... In combinatie met al mijn geuren. En ik heb hem dus in mini gehad. Nu heb ik hem in het groot meegenomen naar Nederland. Dan deze body butter. Ik had dus helemaal geen body creams meer. En toen ging ik zoeken naar wat is de beste body butter die je kan vinden in de Target en de Walmart. En toen zeiden mensen online de Moonlight Glow Whipped Shea Butter. Die heeft magnesium erin. Een amethyst. Aha. Maar magnesium en dat het dus super relaxed werkt. Dacht ik, oh, dat is wel fijn. Want ik douche dan ook s'avonds. Weet je, na het zwemmen ook s'avonds. En dan lekker hiermee insmeren. Oh, het is zo lekker dit. Het voelt ook lekker ontspannen. Je komt echt een beetje tot rust of zo. Ik weet niet of dat een magnesium is of placebo effect. Maar het is gewoon relaxing. Mensen gebruiken hem ook na het sporten en zo. Dus dit is echt zo'n ja, avond body butter. En dan heb ik deze deo. Dit is een hele old school deodorant van Donna Karan. Cashmere Mist. De parfum is niet meer te koop. Maar die deo is dus wel nog te koop. En dit is echt, dit weet ik nog van toen ik 13, 14 was. En dit was toen al een ding. En oh, dit is zo'n goede deo. Als je deze op hebt, hij ruikt gewoon letterlijk naar cashmere. En gewoon je hele, ach, oh, de hele vibe van je. Hij werkt heel goed. Ja, het, je kan hem bij Sephora vinden. Ik kan echt iedereen deze aanraden. Leave-in conditioner van Way. Dit is omdat mijn, ik van die mega shampoo conditioners gekocht. Van als je gewoon een beetje hoppa bulk pack van een liter per stuk. Die staan gewoon in ons vakantiehuis. En de conditioner was zo goed als op. Dus toen dacht ik, ik haal even nieuw. Dacht ik, oh, zal ik anders zo'n leave inhalen? Toen heb ik een kleintje gedaan van Way. Oh my god, dit werkt zo goed bij mij, bij mijn dochtertje. Het ruikt zo lekker. Mijn haar is lekker doorkam, maar niet te zwaar. Ik vind sowieso dit merk echt heel mooi. Ik heb daar ook zo'n wave spray van. Die is ook echt super. Deze zonnebril, gevonden bij Walmart. Heel veel gedragen deze vakantie. Natuurlijk, roze, het zal niet zo zijn. En ik heb 2 paar oorbellen. Namelijk deze, die vond ik wel grappig. En oep, deze. Ik vind dit steltje heel leuk. Van die grote gouden hangoorbellen. Ik had hier in Nederland wel wat liggen. Maar ik had verder niks mee of zo. Dus ik had die meegenomen. Dan tijd voor de make-up. Oh my god, you guys. Wie weet, wie weet. Wie weet. Dit. Neutral Eyeshadow Palette. Van Too Faced. Old school. Ik had hem in het karton nog vroeger. De echte classic. Zo sheet is die al gebruikt. Maar oh my god. Kijk ook even naar de namen, jongens. Ik weet niet of je het kan zien. Heaven, Silk Teddy, Strip Poker, Cashmere Bunny, Push-Up, Honeypot, Sexpresso, Erotica, Chocolate Martini. Jongens, dit is echt zo old school. Ik ben helemaal blij dat ik hem weer gevonden heb. Ik heb hem een paar keer opgehad. Ik dacht, ja, dit is hem. I love it. Ander ook schaduwdoosje dat ik heb gekocht is deze van Elf. Dit is de Bite Size Eyeshadow in Rosewater. Heel klein, cheap. Prima, prima voor everyday. Ik was een beetje... Kijk, ik had dus dit doosje mee op vakantie. Ik heb een paar van die Charlotte Tilbury doosjes. Zijn fantastisch voor gewoon een hele look. Bronzer, highlighter, blush, oogschaduw. En ik ontdekte echt dag 2 dat de bronzer te oranje voor me was. En dat de oogschaduw veel te donker voor me waren. En dat ik dacht... Het was net niet... Het was echt... Het was het net niet. Ik dacht, oh nee, dit is niet... It doesn't suit me. Misschien als ik wat meer zelfpruiner op heb of zo. Maar nu niet. En dacht ik, dus toen had ik dat Elf doosje gekocht. Maar ik heb meer ook zelf gekocht. Oh my god. Jongens, deze. Van Colourpop. Ik wil meer oogschaduw in neutral, coole kleuren. Want dat staat mij gewoon beter dan oranje. Dat komt echt door dat doosje. Want ik ging dan die bronzer ook als oogschaduw. Ik dacht, wat is zo oranje?
En ik kocht deze, ik deed hem op. Ik zag gelijk mezelf weer. Dus ja, dit is Deja Brew. Heel assig. Dan, ander oogschaduwdoosje van Ilia. Dit is Cool Nude. Precies wat ik bedoelde waar ik naar op zoek was. Cool Nude oogschaduw. En Natasha Denona. Prachtig merk. Prachtige oogschaduw. Mini doosje. Ik heb ook wel eens grote van Natasha Denona gehad. Maar ik merk dat dit soort doosje vind ik gewoon handiger. Ook voor vakantie mee en zo. Deze heet My Mini Dream Palette. Volgens mij heet die grote Dream Palette. En deze heeft nog precies... Zeg maar, dit is de kleur waar ik het meest van hou. Een beetje dat assig shiny. En dan in combinatie met dit als lijntje. Highlighter. Ja, dit is het, zeg maar, voor mij. Nog eentje van Natasha Denona. Ja, je bent een beauty meisje, je bent het niet. Hè? Ik kreeg ook wat comments van mensen. Vond ik veel opmaken, stukjes had in vlogs. Maar ik mis heel erg de make-up tutorials. Dus ik wil echt weer ASAP een everyday look maken. Met zeg maar mijn nieuwe dingen erin verwerkt en zo. Ja, deze van Natasha Denona. Ook heel mooi. Dit is wel aan de warme kant. Maar die zijn nog een soort van... Kan ik nog mixen en combineren met die andere. Maar ik vond die kleuren ook heel mooi in die middelste, ja. Dit is de Mini Biba Palette. Dan wilde ik een poeder blush kopen. En ik besloot voor deze te gaan. De Cheapy Cheapy CoverGirl. Deze kost serieus $2, geloof ik. Cheekers in... hoe heet deze kleur? Oh, Natural Rose. Ik zag ook op Amazon dat mensen deze per 3 bestellen. Omdat ze zo'n fan zijn van deze kleur die blijkbaar iedereen mooi staat. En hij zit daar serieus heel mooi. Ik vind doosje echt afschuwelijk. Ook met het kwastje. Het is echt gewoon jaren 80. Heeft ook wel een charme. Maar hij is echt heel mooi. Ik heb hem echt op een gegeven moment elke dag gedragen. Ik dacht, oh, wat een coole kleur. Dan had ik een nieuwe bronzer gekocht. Want die bronzer was te oranje. En dat werd deze. En jongens, 2,5 week. Pan. Wet n Wild Color Icon Bronzer in Ticket to Brazil. Super glimmend. En ik weet niet wat het is. Maar sinds ik deze gebruik krijg ik dus de hele tijd complimenten over mijn look en mijn glow en mijn bronze. En sun-kissed look. Dus ik heb echt een soort van, dit is het. Dit is the way to go for me. Moet ik dit dan maar gaan doen? Shiny bronzers. Ik vind hem echt heel mooi. Ik heb hem zelfs nog een keer gekocht. Het is wel heel erg goedkoop is duurkoop. Want kijk hoe snel die op is. Nou, dat betekent dat ik er misschien... Ik denk dat ik er 2 maanden mee doe hooguit. Ja, terwijl als ik kijk naar dure bronzers. Deze was geloof ik $5. Daar doe ik soms jaren mee en haal ik nog net geen pen. Maar ik heb hem dus nog een keer gehaald. Ik vind hem heel fijn. Dus zeker een tipje om deze te kijken. Wet n Wild is wel mooi merken. Ja, qua budget merken. Maar eigenlijk ging ik dus voor deze bronzer. Die heb ik ook maar meegenomen. Ik heb uiteindelijk gevonden. Ik heb zoveel gezocht in de Target en de Walmart. En alles hebben ze overal uitverkocht. Namelijk Milani Sunkist, Silky Matte in Sunkist. Dit is een roze bronzer. En hier, hij is zelfs nog, hij zit nog in de folie zo. Ik laat hem wel even in de folie. Ik heb natuurlijk dus die oranje Charlotte Tilbury bronzer gehad. Toen ben ik eens even goed gaan kijken op TikTok en alles. En toen zeiden mensen van ja, er zijn een aantal hele roze bronzers. Waaronder deze van Milani, die dus heel goed werken bij mensen die echt geen oranje kunnen hebben. Toen dacht ik, misschien moet ik dat maar hebben. Ik vond deze overigens ook vrij roze uitzien. Zie, kijk als je het zo ziet. Dus misschien dat hij vandaar ook goed werkt. Maar deze is mat. Dus ik heb nu... Mijn bronzer is op hè, in Nederland. Gewoon, ik heb geen bronzer meer. Dus de missie was eigenlijk... Ik dacht, ik haal van een mooi luxe merk. Misschien Tom Ford of zo. Uiteindelijk heb ik gewoon 2 budgetproof merken. Nou, prima. Dan finish spray. Deze van NYX heb ik gekocht. De Dewy Finish Sateen 16 Hour Makeup Setting Spray. Volgens mij heb ik deze echt al 16 keer gehad. Ik weet het niet meer. NYX heeft zoveel van die spraytjes. Maar ik had geen finish spray mee. Ik merkte dat ik alles uitzweette. En toen heb ik deze even snel gekocht. Maar ik was op zoek naar een ander. Die was de hele tijd weg ook bij de Sephora. Voor wie hem gezien heeft. Ik heb een hele uitgebreide Sephora vlog ook. Waar ik langs 3 filialen ga. Uiteindelijk heb ik hem gevonden. Er stond er nog 1. Dat is deze. Die schijnt fantastisch te zijn. Deze van Caloray Surfproof Setting Spray. Dat mensen zeggen dit is echt de meest waterproof setting spray die ik ooit heb gehad. Dit is dus echt bedoeld voor surfers en zo die het water ingaan. Ik moet zeggen, ik vind de mist heel fijn. Gewoon heel erg gewoon licht, mild. De mist is fantastisch. Ik merk niet heel veel verschil met andere setting sprays. En die van NYX werkt eigenlijk net zo goed. Dus ja, het is geen wondermiddel of zo. Dan gaan we nu over in alleen maar Sephora dingen. Die spray was Sephora, maar Sephora. We gaan over. Ik heb de Laneige Lip Mask Night Leap Sleeping Mask gekocht. In Sweet Candy.
Oh, ja, mijn neus verstopt, maar ik ruik het ver weg. Deze is zo heerlijk. Ik snap nu de hype rondom die Laneige lipmask. Die doe je voor het slapen op en dan word je wakker met super zachte lippen. Hij is super lekker. Je had ook gummy bears, geloof ik, maar ik vond deze het allerlekkerst. Dan heb ik de hype foundation gekocht die ik op TikTok voorbij zag komen. De Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Let niet op hoe goor alles al is, want ik heb dus alles al uitgebreid gebruikt. Ik dacht mijn tasje en alles. Maar ik vind hem zeer transparant, maar hij is echt mooi. Sinds ik deze draag, krijg ik dus complimentjes over mijn huid. Ik moet heel even kijken wat hij doet bij mijn huid. Want ik heb het idee dat ik misschien toch een beetje acne ervan krijg. Ik weet het niet zeker. Kan ook door zonnebrandcreme zijn. Kan nu dan met vliegen, weet je. Je huid is gewoon in de war. Maar ik vind hem wel erg mooi. De kleur matcht ook bijzonder goed. Ik heb altijd gedoe met foundations. Mijn hoofd is een andere kleur op mijn lijf. En dan is het weer te donker. En dan is het weer te licht. En dan ben ik weer spookachtig wit. En dan ben ik, nou in ieder geval, jullie weten, ik heb altijd gedoe met de foundations. Vooralsnog lijkt dit, ik heb de kleur zelf, de kleur vanille op de gok gekocht. Hij lijkt goed, dus. Dan concealer. Ik had die Catrice concealer mee, die ik in mijn budget video had gebruikt. Fantastisch concealer, helemaal blij mee, maar toch, hij lag niet lekker met mijn huidskleur. Ik weet niet of ik dan toch een beetje door de zon wat een beetje tan was geworden of zo. Oh, nou, dan gaan we het ook zien met die foundation, of die kleur hier dan nog klopt. Maar hij was een beetje een soort van gek grauwig. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga weer eens een Tarte Shape Tape halen. Heb ik ooit gehad. Op een gegeven moment was hij te oud al. Ja, vloeibare producten. Ik heb opnieuw gekocht in shade Radiant 16N. Precies de goede kleur. Ik heb echt al heel lang geen concealer meer eigenlijk gebruikt. Tot ik die Catrice concealer had eigenlijk weer, ging ik het weer gebruiken. En nu ben ik weer helemaal om. Denk ik, waar is dit geweest al die tijd? Ik heb altijd dwallen nu en zo. Dus ja, concealer for life. Ik heb een mini setje van Fenty Beauty gekocht. Dit is het enige waar ik een klein beetje spijt van heb. Klein beetje. Dit is een shape en highlighter stick. Ik heb een grote van deze, maar dan een lichtere kleur. Dit is zeg maar mini mini shape sticky. En een mini highlighter sticky. En waarom zeg ik, ik heb hier een beetje spijt van? Ze zijn heel hard. Veel harder dan de cream die ik heb. Het lijkt alsof de formule anders is. Ik heb ze gekocht onder mom van dit is handig voor in mijn travel baggie, weet je wel, weekendje weg. Dan hoef ik niet die hele stick mee te slepen. Maar ik ging het opdoen. Het is echt, het lijkt bijna oogpotlood zo hard. Dat je zo doet dat je echt denkt. Dus ja, ik ga er zeker mee spelen. Maar ik denk dat ik ze moet gaan mixen met crème of zo voordat ik het opdoen. Ja, ik heb een nieuwe Rare Beauty Liquid Blush gekocht. Ik heb er al eentje. Daar ben ik super blij mee. Die gebruik ik heel vaak. Ik denk bijna elke dag. Ik wilde trouwens ook die Pixie Blush halen. Maar helaas, overal uitverkocht. Ik had wel op een gegeven moment ergens, kwam ik in een soort van nep Sephora. Dat zie je ook in de Sephora vlog. Want ik kwam in een soort lookalike Sephora. Daar stonden er twee. Maar dat waren de twee lelijkste, heftigste kleuren die me absoluut niet staan. Dus die heb ik niet gedaan. Maar ik, ja, helaas geen nieuwe Pixies. Maar Rare Beauty in de kleur Encourage. En dat is echt een beetje een donkerpaarsige tint. Ik neig naar, hier, past een beetje bij mijn stoel. Ik neig naar dit soort tinten de laatste tijd. Ik vind snoezig cute tinten leuk. Maar ik heb het idee, naarmate ik ouder word, dat ik wat meer sophisticated blush kleuren kan hebben. Wat meer dat donker berry en zo. Op mijn lippen, twijfeltje. Maar op mijn wangen kom ik er denk ik wel mee weg ofzo. Ik ben in ieder geval, ik ben heel graag aan het experimenteren met nieuwe bronzer tinten. En meer berry blush. En ja. Speaking of berry blush, ik heb deze lipkleur gekocht. Omdat helemaal gehyped werd op TikTok van Hourglass. In de kleur Slip. Dit is een kleur die ik nooit zelf zou kopen. Nooit. Maar hij zag er zo goed uit. Iemand had echt zo'n film van, ja, elke keer als ik deze op heb, krijg ik standaard complimenten, dit dat. Ik heb hem opgedaan. Hij zit voor mij tegen het donkere aan, als in echt een donkere lipkleur. Maar hij is inderdaad best wel mooi. Maar dit zou meer een soort van avondlip look zijn voor me. Maar dat is een tipje voor anderen van Hourglass. Een andere lipkleur die ik heb gekocht, super old school. Oh my god, dat is MAC Oyster Girl. Dit was een van mijn eerste lipglasses. En ik zag hem weer. En ik dacht, nostalgie, zal ik hem kopen? Kijk even naar deze tint. Kijk nou. Het is, hij is zo licht. Kreger zegt ook 2001 kalt. Ja, als ik hem op heb. Maar ik zeg, I love it. Ik vind deze look zo mooi. En eentje die nog heftiger licht is, is deze van Buxom die ik heb gekocht. Ik heb nog nooit een lipproduct van Buxom gehad. Ik zie ze altijd, maar het is blijkbaar lip plumping. In de kleur Pink Champagne. En die is ook echt very 90s, very baby pink. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het, ja, ik weet je, het is, mijn lippen zijn zo licht. Als ik dus een zwart-wit foto van mezelf post, dan denken mensen dat ik, waarom heb je concealer op je lippen? Zeg maar dat ik nude lip heb. Terwijl het mijn eigen lipkleur is. Kijk, als ik zo lach, het is gewoon, ik heb hele lichte lippen. Dus
Alles wat medium is, bij mij heel donker. Alles wat nude is, is bij mij een soort van, nou, gewoon lijkt op mijn lippen. Lichtroze is een beetje, ja, zelden te licht. Alleen als ik een beetje gezelfbruind heb, is het wel echt te licht. Maar ja, deze kleur van Milk. Oh jongens, ik was op zoek naar die jelly sticks die viral gingen. Die jelly blush sticks van Milk. Nou echt, iedereen werd helemaal gek. Ik had ook vriendinnen in de app, die kan je voor meenemen. Dus ik was al helemaal alles voor ze afgegaan. Maar zelfs de medewerkers van Sephora, die kenden ze niet. Zeiden, hey, komt dat? Wauw, super cool. Maar we hebben ze nog niet. Dus ik denk dat er een soort PR package rond is gegaan. En dat dus nog niet in de winkel ligt. Misschien volgende keer als ik in Amerika ben. Maar ik heb deze van Milk gehaald in Work Trip. Ik heb dus die cream blush Work van Milk. Heb ik denk ik. Ik heb hem nog steeds gebruikt hem vaak. Die heb ik denk 2 jaar elke dag gebruikt. Daar is zo'n klein beetje uit. Zo'n dikke grote blush stick. En deze lipgloss vond ik zo mooi. Ik dacht, wow, die is cool. Maar die matcht daar dus bij. Ik dacht, ja, dit moet ik hebben. Want ik doe dus heel vaak die blush ook op mijn lippen als kleur. Echt een prachtig. Dit is nou echt een goede, voor mij een goede medium kleur. Terwijl dit waarschijnlijk nude is voor veel mensen. Dan heb ik een mini van Fenty gehaald. Een mini lippie in Fassie. Waarvan ik twijfel of ik hem had of niet. En ik zie hem hier liggen. En ja hoor, daar is hij. Ik heb hem al. Maar toch ziet hij er anders uit. Moet je kijken. Zie je, ziet meer rood eruit of zo. Ik weet niet. I love, 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 love. Deze van Fenty. Die Fenty Beauty lipglossjes zijn echt fantastisch. Ik baal, want ik ben er eentje in een Uber een keer vergeten in Amsterdam. Denk ik nog steeds echt minimaal 1 keer per week aan. Van, die ligt ergens toch in de Uber. Dus ja, ik vind het niet erg dat ik hem nu dubbel heb. Want ik gebruik deze echt heel veel. Dan een blush van Tarte. Tarte is echt mijn favoriete oogschaduwdoosjesmerk. Ik twijfel nog, zal ik daar een doosje meenemen? Ik dacht, nee, ik heb die allemaal al, het is oké. Ik heb deze, de Amazonian Clay Blushing Bride. Hele mooie blush. Wederom weer zo'n soort van berry-achtige kleur. Niet te licht, maar ook niet te donker. Iets ertussenin. Beetje everyday. En ik heb een NARS blush gekocht. Namelijk Sin. En ook dit is een hele erg klassieker. Dit is in het staaltje Orgasm en Deep Throat en dat soort dingen. En dat Sin was ook altijd zo'n kleur. Die wilde ik altijd wel, maar ja, ik kocht hem nooit. En nu zag ik hem, dacht ik, ja, zal ik het doen? Ja, ik heb hem gekocht. Hij is zo mooi. Die is wat meer naturel, everyday-ish. Dus ik doe altijd eerst cream blush, poeder, alles. En daarna top ik hem met een gewone blush. En dan heb je een soort van, ja, het idee dat ik een beetje diepte erin heb. En tot slot, dit. Nude Sticks. Ook die zag ik heel veel. Ik dacht, ja, het zal wel kenmerk niet. Maar het is eigenlijk best wel leuk. Het zijn een soort, ja, blush stickies die je op je wangen en lippen kan doen. Ik heb dus 3 prachtige kleurtjes in een kitje. Dit is zo'n doosje wat er bij de kassa ligt bij Sephora. Dus heel verleidelijk. Loop je daar, loop je langs de kassa en hebben ze allemaal die mini dingen voor $15 en zo. Dan denk je, oh, maar 3 blush sticks, dat is wel leuk. Maar goed, wederom, dit is dan weer zoiets wat ik dan heel makkelijk met dit bijvoorbeeld in een reistasje of in mijn tas kan gooien. Ik vond alle 3 de kleuren mooi. Daar moet je ook altijd voor waken, hè. Dat je dan kijkt naar zo'n set met meerdere. En dan eigenlijk word je verliefd op 1 kleur, maar die andere ga je nooit gebruiken. Maar in dit geval 3 kleurtjes die je kan gebruiken. Ik wilde het doosje eigenlijk weggooien. Ik dacht, ja, wat heb ik er nou aan? Toen zag mijn dochtertje hem en die zegt, mama, wat is dat? Oh, er zit een spiegel in. Oh, dat is leuk. Dacht ik, hé, dat is inderdaad wel leuk. Ik viste hem uit het zakje wat ik naar de prullenbak wilde brengen. Ik zei, hoop, terug. Die gaat. Het is best handig om mee te nemen, om dingetjes in te doen. En, I don't know, kleine dingetjes. Maar goed, dus dat zijn eigenlijk de laatste 3 dingetjes. Ik zal even de dop eraf halen. Kijk, dan zie je een beetje wat het is. Oh my god. Oh my god, zien jullie dat? Oh my god. Oh nee, wacht. Ho. De goede dop erop of niet? Maakt niet zoveel uit. Oh, dat is zonde. Zeg je dat? Zou dat tijdens vliegen gebeurd zijn? Kijk. Oké. Okay. Er zit ook helemaal niet zoveel in als je dit zo ziet. Die zijn wel echt handig om... ja. Om zo even snel op te doen. En dat was het zo waar. Ik heb nog een ander dingetje. Een roze shirt waar Barbie op staat. En een Florida shirt. Maar die heb ik daar gelaten. Verder. Ik zit even te denken of ik nog dingen daar. Ja, ik, weet je wel. Dan ben ik daar en dan koop ik een nieuwe shampoo of een nieuwe douche. En die laat ik daar voor de volgende keer. Dat is wel, ja, echt heel erg leuk. Van een vakantiehuis hebben. Dat je daar gewoon spullen kan laten. En dat daar is. En als je volgende keer er bent. Heb je eigenlijk niks nodig. Je hoeft niks mee te nemen. Want je hebt alles daar liggen. En ja. Verder heb ik ook nog een heel pakket gekocht. Dus misschien leuk om te zeggen voor Jess. Jessie Mai, mijn vriendinnetje, heb ik de hele dag in de Walmart geshopt. En allemaal Jess dingen gedaan en opgestuurd naar Jess. En die gaat zij nog unboxen. Dus wacht op die video. Dat wordt leuk, denk ik. Hoop ik. I don't know. Ik hoop dat ik leuke dingen voor haar heb uitgekozen. Echt zo'n Jessie Amerika pakket heb ik ervan gemaakt. En ja, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden mee te kijken naar mijn shoplog.
Ik ga even nog een keer mijn neus snuiten. Sorry dat ik niet helemaal voelklaar en alles ben. Want ik voel me niet helemaal topfit. Maar goed, hè, het gaat lekker boeiend. Lekker menselijk, normaal, toch? Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer.